heel bijzonder om als Nederlander een Frans restaurant te besturen in Hongkong. En dat gezien te worden als beste restaurant van China en Hongkong. Mijn naam is Richard Ekkebus. Ik ben Director of Culinary Operations and Food and Beverage in de Landmark Mandarin Oriental in Hongkong. HTL order gum on to for L. Order HTL order gum on to for L. Vergeet de American Dream die langzaamaan afbrokkelt. China is de plek waar je het nu wil maken. Ook veel Nederlanders gaan het Aziatische avontuur aan. Ik zocht ze voor de Telegraaf op in de enorme en prachtige poort van China, Hongkong. Voordat we met Richard de keuken induiken, leidt hij ons even over de lokale markt. Nu het nog kan, want de gemeente wil af van de straatmarkten en de groente en andere winkeltjes in fancy shoppingmalls stoppen. Dit is de huishoudelijke markt van Hongkong. Noemen we Central Market. En hier doen alle families doen hier hun inkopen. Tofu, vis, vlees. Groenten, fruit, bloemen. Als dit zou verdwijnen, dat zou echt een probleem zijn, vind ik. Dit is een beetje de ziel van de eetcultuur van Hongkong. Dit is een beetje de Febo van Hongkong. Two beef. No, it's okay, it's okay. It's soup. Soup. Yeah, okay. Je kan hier makkelijk overal in dit soort zaakjes eten, overal. De hygiëne is voor Nederlandse begrippen wel misschien chockerend. Yeah. Thank you. Welkom. Maar omdat alles goed doorgekookt is, maar je eet hier voor 3 euro verse noedels met rundvlees. Wat wel heel belangrijk is, is even vragen om warme thee, of hete thee, en je chopsticks even te ontsmetten in de hete thee. En daarna ga je gewoon lekker aan eten en dat gaat allemaal prima. Dat is gewoon heerlijk. Je bent onlangs weer verkozen tot de beste chef van China en dan zit je hier. Is dat niet een enorm contrast? U wil me vertellen dat Robert Kranenburg nooit eens even een bal gehakt heeft in een Febo? Dat geloof ik niet. Ik slurp nog niet zoals een Chinees, maar ik doe mijn best. De Zeeuwse chef groeide in Parijs en op Mauritius uit tot een van de allerbeste chefs ter wereld. Ook het leiden van een van de meest exclusieve restaurants van Hongkong werd een groot succes. Begin 2018 werd zijn restaurant Amber bekroond tot het beste van heel China. Ja, alleen al Hongkong heeft 30.000 restaurants. Dus als je dat in perspectief zet dan met China, waar er natuurlijk nog veel meer restaurants zijn, dan is dat een hele mooie eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Om dat een keer te worden, dat is leuk, maar om dat te blijven, dat vraagt heel veel werk en aandacht. Vandaar dat we ook dit jaar dicht gaan voor 4,5 maand om een hele grote renovatie aan te gaan om het restaurant te verbeteren. Welkom in onze keuken. We hebben hier om en nabij 58 mensen werken en 17 nationaliteiten. Dus het is een beetje United Nations. Everything is okay? Everything is okay. Net als bij de echte VN in New York wordt er ook bij de Verenigde Naties van Ekkebus continu druk overlegd. How many portions you have ready for tonight? Almost 35. Okay, right. Next time you need to cut a little bit bigger. Not so much chop, but more like dice. Like a dice. Al het harde werken wordt volgens een sterrenchef wel onwijs gewaardeerd. Zo schoven er al heel wat celebrities bij hem aan tafel. We hebben heel veel bekende mensen die hier verblijven of die hier komen. Beyoncé, Michael Jordan, Coldplay, Eric Clapton, Sting. Dat zijn dan de internationale namen. Het is leuk, maar ik ben niet zo'n type die voor iedereen, aan iedereen een foto vraagt of een handtekening. Het zijn gewoon andere gasten en ik wil ze altijd echt laten genieten. En 3 more classic guys. Richard! Eten heeft zo'n belangrijke plaats in het dagelijks leven van de Hongkong-Chinezen. Dat het heel leuk is om voor mensen te werken die echt waarderen wat je aan het doen bent iedere dag. Ik ben een nuchtere Zeeuw, dus ik denk dat dat heel veel aandraagt in de manier waarop wij werken. Wij zien hier, zelfs in ons restaurant, dat zul je niet echt meemaken in een Nederlands restaurant. De uitgaven, de budgetten waar mensen mee omgaan, dat is voor ons natuurlijk wel
fantastisch. Daarom kunnen wij in een restaurant zoals Amber, waar we 50 zitplaatsen hebben, dan kunnen we bijna 80 man personeel hebben. Dat zou in Nederland bijna onmogelijk zijn. Of ik ooit terugkom naar Nederland? Nou, als toerist? Nee, ik ben hier ontzettend tevreden. Kijk, ik heb in 4 continenten gewoond. We noemen onszelf, onze familie, gastro-zigeuners. En we hebben over de hele wereld gereisd. Wij zijn heel blij en heel tevreden in Hongkong. En we zullen hier nog zeker vele jaren nog verblijven.